Stadion met in de baan Björn Nyland, de vierde Noor die hier actief is. Hij rijdt tegen Pascal Hini, de Zwitser die op grote achterstand is gereden. Maar Nyland moet het in de gaten houden. Niet omdat hij hier een winnende tijd zou gaan afleveren. Maar hij is goed begonnen. De Noor heeft in het tweede deel van de race, waarin we inmiddels zijn beland, dat kunt u aan de tijd zien, wel wat verval gekend. Maar rijdt toch altijd nog op een schema dat hem op een snellere eindtijd zou moeten doen uitkomen dan Kramer en Schalei hebben genoteerd. 5:33.70. En in dat geval, dan wordt het echt hachelijk voor Frits. Ik heb u de situatie geschilderd. Schalei staat na de geweldige rit van Hatchief, die we daarnet het laatste stukje van hebben laten zien, op een 14e plaats in het klassement van de 5000 meter. Kramer staat daar in 12e. En het kan dus niet echt veel meer leiden voor Schalei. Of hij duikelt weg voor het klassement van de laatste 16. En Nyland zou daar misschien een steentje toe kunnen bijdragen. 6:08.49 en een ronde tijd van 34:07. En als we dat eens even vergelijken met Kramer bijvoorbeeld, die de snelste van de twee Nederlanders was waar het eigenlijk om gaat, dan is het duidelijk dat Nyland in ieder geval nog een secondetje sneller is dan Kramer en dus zo'n 2 seconden sneller is dan Schalei. De bel gaat voor Björn Nyland naar 6:44.05. Wordt heel spannend voor Frits. Ja. Want die zat hier op 6:44.08. Ze zitten echt bij elkaar in de buurt. De eindtijd van Schalei, die geef ik u maar vast even in herinnering, was 7:20.74. En als Nyland daar dus onder rijdt, dan betekent dat dat Schalei weer een plaatje duikelt in het klassement en daar op 15e komt te staan. Klassement van de 5 kilometer. Rechtsboven in beeld. De 16e tijd tot nu toe gerealiseerd op deze afstand. De te kloppen tijd is eigenlijk voor het eindklassement. Finish van Björn Nyland. Daar is hij in 7:20.51. En dan is hij net iets sneller dan Schalei. Hij is langzamer dan Kramer. Maar Schalei komt nu op de 15e plaats in het klassement van de 5 kilometer te staan. En als er nog eentje komt zometeen die een tijd rijdt die sneller is dan die van Frits. Ja, dan staat hij 16e en dan kan het eigenlijk niks meer hebben. Finish inmiddels van Pascal Hini, de Zwitser. Voor de statistiek, hij doet het in 7:45.50. En het mag u inmiddels duidelijk zijn, terwijl we de puntentotalen hebben. Nyland 84.011, Hini 88.590, waarbij Nyland toch op de 8e plaats komt te staan. Het mag u inmiddels duidelijk zijn dat de tijden op de 5 kilometer van Tom-Erik Oxholm en Rolf Valk Larsen, dat die zodanig zijn dat zij uit het klassement duikelen.